Goedenavond. De vrijlating van de twee Franse meisjes die al meer dan een jaar in Beirut in Libanon vastgehouden worden, is op het laatste moment uitgesteld. Een woordvoerder van de radicale Palestijnse organisatie die de kinderen samen met uw moeder gevangen houdt, zei vanavond dat de vrijlating van de twee kinderen wel doorgaat, maar dat hij nog niet kon zeggen wanneer. Wel overhandigde de woordvoerder van de door Abu Nidal geleide organisatie een videoband. Hierop is de moeder te zien van de twee kinderen die zegt dat alle gevangenen in een goede gezondheid verkeren. Ze roept koning Boudewijn van België op te bemiddelen bij de vrijlating. De twee meisjes die vrijgelaten zouden worden zijn 6 en 8 jaar. Ze werden samen met hun moeder en 5 Belgen in november vorig jaar gevangen genomen tijdens een boottocht voor de kust van Israël. Volgens de Palestijnse organisatie spioneerden ze voor de Israëlische geheime dienst. Gisteren reisden de vader, de grootmoeder en een oom van de twee kinderen vanuit Parijs naar Libanon. Daar kregen ze vandaag te horen dat de twee kinderen naar een geheime plaats buiten Libanon overgebracht zijn. Waar precies kon de woordvoerder van de Palestijnen niet zeggen. Maar volgens hem wordt er alles aan gedaan om de kinderen zo snel mogelijk vrij te laten. Kerstmis in Israël stond voor een deel in het teken van geweld, vooral in de bezette gebieden. De Palestijnse opstand die al meer dan een jaar duurt, heeft opnieuw slachtoffers gemaakt. In de Gazastrook openden Israëlische soldaten het vuur op stenen gooiende Palestijnen. 1 jongen werd gedood, 16 anderen raakten gewond. De Palestijnse opstand gaf de kerst in Bethlehem een triest decor. De straten en pleinen lagen er verlaten bij. De feestverlichting van andere jaren ontbrak en de toeristen bleven massaal weg. De Palestijnen hadden in de bezette gebieden weer een algemene staking uitgeroepen. Het beeld werd daardoor grotendeels bepaald door controlerende Israëlische militairen. Premier Shamir heeft in Jeruzalem het nieuwe kabinet van nationale eenheid geïnstalleerd. Shamir kondigde aan dat zijn regering binnenkort met een vredesplan voor het Midden-Oosten komt. Hij zei blij te zijn met het aanbod van de Egyptische president Mubarak. Die heeft aangekondigd naar Israël te willen komen als dat het vredesproces ten goede komt. Shamir herhaalde nog eens dat in zijn vredesplan geen rol is weggelegd voor de PLO. PLO-leider Yasser Arafat heeft zijn gedachten over een Palestijnse staat toegelicht in een gesprek met het West-Duitse weekblad Der Spiegel. En daarin zegt Arafat onder meer dat die staat over een eigen leger zou moeten beschikken. Tenminste, zegt Arafat, zolang Israël een eigen leger heeft. We zullen pas van een strijdmacht afzien als de Israëli's dat ook doen, aldus de PLO-leider. En verder zegt hij dat de twee delen waaruit de Palestijnse staat waarschijnlijk zal bestaan, de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever, de Westbank, met elkaar verbonden moeten worden. Het zou voor ons niet acceptabel zijn als de Palestijnse staat uit 2 aparte delen zou bestaan. Er moet dus een corridor komen, zegt Arafat. Hij herhaalde zijn eis dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad moet worden. In België zijn 5 leden van een criminele jeugdbende bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. In de stad Mons, in het zuiden van België, is de auto volgens de politie in de slip geraakt en tegen een elektriciteitspaal gereden. 1 persoon overleefde het ongeluk, maar hij verkeert nog steeds in levensgevaar. In de achterbak van de wagen werden een jachtgeweer en een pistool gevonden. De auto zelf was aan het begin van deze maand in Antwerpen gestolen. Nooit eerder in de geschiedenis van New York zijn er zoveel mensen vermoord als dit jaar. Vandaag werd het dramatische record bereikt van 1846 moorden. Bij de politie werden alleen al op deze eerste kerstdag 16 moorden geregistreerd. De meeste moorden hebben te maken met verdovende middelen. De grote boosdoener is het zogenaamde crack, een van cocaïne afgeleide druk. Een politiewoordvoerder zei erover, allemaal willen ze het hebben en allemaal slachten ze elkaar af om het te krijgen. En dan het weer, tot besluit. Veel bewolking en af en toe regen. 'S middags wordt het ongeveer 10 graden. En dit was het laatste journaal van vandaag op dit net. Ja.